meer stilstaan, hè? Ja. Nou, in de lamp kijk eens even. Ja, mijn ogen gewoon dicht, hoor. Dan zie ik niks. Dan val ik, ja, we staan voor appartementencomplex De Meilanden en je gaat vandaag iets aparts doen, hè? Wat ga je precies doen? Nou, ik ga met de bewoners een muurschildering maken. En het is dus de bedoeling dat de bewoners meewerken. Ze hoeven niet echt heel veel te doen. Ik wil graag dat ze voor de muur gaan staan, zodat ik hun silhouet kan omtrekken. De bewoners zijn daar ook voor uitgenodigd per brief door de woningstichting en... We zijn benieuwd of ze ook allemaal komen. Zo niet, dan sleuren we ze gewoon de huizen uit. We zwaaien ook weer met twee handen, hè? Ja, een beetje zwaaien. Iets terug. Dus het is de bedoeling dat ze voor een soort van spotlight komen, geloof ik? Ja. Ja, het is de bedoeling dat ze gaan, enthousiast gaan staan zwaaien voor een spot. En dan trek ik de omtrek met een houtskoolstukje. En dan ga ik dat later invullen als ze weg zijn. Ik ga de muurschildering nu niet afmaken. Ik ga gewoon een schets maken. En dan kan ik later zonder bewoners eraan verder werken, zeg maar. Is die muur zo saai hier? Ja, die muur is heel saai. Het is een hele saaie hal. Ja. Schrijven mis, want volgens mij zit te weinig op de muur gewoon. Ja, helemaal niks. Gewoon wit. En er zitten wel hele mooie ramen in, maar... het is gewoon saai. Het is een hele nare, eigenlijk een beetje nare hal. De bovenste verdieping is wel mooi, maar verdieping 1 is saai. Ja. Dat is weinig aan. Ja. Waarom juist dit appartementcomplex en deze hal dan? Want het is de eerste verdieping. Hoe kom je erop? Nou, ik heb 2 jaar geleden met buurtkinderen de benedenverdieping geschilderd. En de bewoners vonden dat ook heel erg leuk. Ook omdat er gewoon wat te zien is. Hè. Je ziet de kinderen bezig en... Het is natuurlijk voor hun het wordt mooier, dus een verbetering. En nu wilden ze graag nog een muurschildering. En toen heb ik gezegd, nou best, maar dan met bewoners. Dan moeten ze zelf ook maar even komen opdragen. Ik kijk. Uiteindelijk wordt het mooi. Wanneer is het af? Dat kan ik niet zo goed zeggen. Ik denk over een week of twee. Stil blijven staan.